In de derde klasse, want u weet het, op zondag hebben we geen vierde klasse meer. Beginnen we in die kwalificatiepool 4. Ja, daar speelt Sepp als enige vertegenwoordiger. Dat speelt thuis tegen DRL, ja. Patrick. Ja. Ze zijn allebei nog puntloos. Klopt. En dus voor beide al direct de noodzaak om wel degelijk punten te gaan pakken. Sepp is een echte vechtersploeg. Vorig jaar ook bewezen. Ook knap erin gebleven. Dus ik denk dat DRL eraan moet gaan geloven. Vorige week verloor Sepp overigens van WCR, dacht ik. Dat is een ex-tweede klasser. Nou, dat kan gebeuren. Nu toch snel herstellen thuis en de punten in huis houden. Die kwalificatiepool 3, zou ik maar zeggen. Een leuke wedstrijd, denk ik, in het Zuiderpark. Victor Wilhelmers. Oscar Laguna Burgos, trainer van Wilhelmers, heeft al aangegeven. Wij gaan dit seizoen voor promotie. Ja, goed, dat lijkt me ook niet meer dan logisch. En zullen ze ook moeiteloos gaan plaatsen voor die promotiepool straks na de winterstop. Ja, en Wick heeft tot nu toe 1 puntje gepakt thuis tegen HDV. Dus de ploeg van Fred van der Luitgaard, die moet zien te bewerkstelligen dat ze een beetje de aansluiting kunnen gaan krijgen. Maar ik denk dat Wilhelms toch wel een maatje te groot zal zijn. Ja, en Wilhelms heeft wat dat betreft de eerste uitwedstrijd van dit seizoen voor de boeg. Want ze hebben 2 keer thuis gespeeld tegen VGS en tegen Toevan. Allebei met dezelfde uitslag 3-1. Dus ik denk dat Wilhelms komende zondag, ondanks dat het uit is, toch wel aan het langste eind gaat trekken. Diezelfde pool zie je ook een leuke wedstrijd aan de Alberenstraat. 2 clubs ook die nog ongeslagen zijn. Ja. ODB tegen HMSH. Nou, ODB had ik het verwacht. HMSH doet het leuk. Ja, als promovend dus. Leuke derby. Voor wat mij betreft een botsing van speelstijlen. ODB staat toch bekend om zijn fysieke spel. HMSH toch wel technisch vaardig, maar ook heel temperamentvol. De winnaar kan ook meteen een gaatje slaan, hè, want ze hebben beide volle winst. En ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Dit kan zomaar een gelijkspel gaan worden als ik kijk naar de diversiteit van de 2 ploegen. Zeker. Dan de kwalificatiepool 1 kijken we nog eventjes. Huip van Oostrom-Soeden. Hij zit niet alleen bij Terwerf, maar ook bij Voorschoten 97. Ja, hij mag met zijn ploeg zich gaan bewijzen bij de koploper, Dios. Ja, maar goed, Voorschoten staan maar 2 puntjes achter op hetzelfde Dios uit Nieuw-Vennep. Want Voorschoten heeft dan 4 punten en Dios heeft er 6. En Huip die heeft natuurlijk een hele drukke werkweek wat dat betreft. Het verbaast me iedere keer hoe hij dat volhoudt. Want ik zag van de week wel een reportage. Hij heeft nog een bar in het centrum van Rotterdam ergens. Dus knappe man om het op die leeftijd, 62 inmiddels, om dat vol te houden. En met Voorschoten en met Terwerven. Maar goed, laten we even beperken tot Voorschoten. Zijn niet slecht gestart. En als ze wat willen om in ieder geval zich te plaatsen voor die promotiepool, zullen ze zondag een resultaat moeten boeken bij de koploper.